Dit is het intern boekingsdocument. Dit document gebruiken we om onze voorraad goederen af te boeken voor een bepaalde kostprijs. Er is dus iets verkocht en dat is ons uit onze voorraad gegaan. Dus onze voorraad goederen is minder waard geworden. Aan de hand van dit document gaan we dat boeken. De boekingsstempel gaan we invullen. Eerst het nummer. ID van intern document 06 van de maand en het volgnummer is in dit geval 01. Nou, je ziet dat de goederen 339 euro waard zijn. Dus dat betekent dat we dat gaan boeken. Eerst boeken we dat op de rekening kostprijs verkopen. Dat is ook een hulprekening van het eigen vermogen. Dat komt later aan het eind weer terug. Hier vullen we 339 euro debet in. Daarnaast, de voorraad goederen is dus minder waard geworden. Daar is 339 uitgegaan. Credit dus. Dan gaan we de grootboekrekeningen bijwerken. Eerst die van voorraad goederen. Je vult weer de datum in. Het nummer van de boekingsstempel. En dus het bedrag neem je over. 339 euro credit. Je doet hetzelfde, doe je natuurlijk ook voor de grootboekrekening kostprijs verkopen.